hij al gebeld? Nee. Nog niet? Nee, nog steeds niet. Oh, stom. Hij gaat wel bellen, ik weet het zeker. Heb ik iets gemist? Om wie gaat het? Om wie gaat het, Suus? Ja. Ja. Zeg het nou. Op, Nicky. Het gaat om Lars. 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 Lange Lars. Joehoe. En Suzanne. Ja. Oh, oh, mijn toestemming heb je hoor. Ja, leuk jongen. Ja. Superleuk jongen. Zeg, een cool apparaatje. Ja, hè? Prachtig. Wat kan hij allemaal? Filmen, foto's, ja, rekenen? Ja, allemaal. Hij kan ook nog bellen, Harry. Oh. Ja. Met een prachtige ringtone. Ja. Nou, ik vind het leuk. Ja. Gefeliciteerd allebei. Ja. Jullie krijgen mij een rondje van de zaak. Yes. Pak iets lekkers uit de kast. Oké. Okay. Ja? Sinas. Ja, sinas. En komen jullie nog even langs, nog een keertje? Hè? Ja? Ja. Jullie laten het dan niet in de steek? Nee, ja? Echt niet. Oké, okay, heel goed. Hoe vaak komen we langs? Nou, elk weekend. Elk weekend. We kunnen toch niet zonder jou... Elk jaar zeggen ze weer dat ze langskomen, je ziet ze nooit terug. Maar jullie wel, afgesproken. Wij wel. Ja, wij wel, natuurlijk. Nou, kom. Proost en proost. Een mooie toekomst. Op het goede leven. Ja. Prachtig. Vrijheid. Ja. Zeg, zal ik jullie eens op deze heugelijke dag eens even filmen? Ja? Oké. Okay. Eens even kijken. Nou, iets dichter bij elkaar. Andersom, Harry. Oh. Nou, ik heb jullie. Suzanne, Nicky, zeg het maar. Lucht je hart. Nou, we gaan je echt heel, heel erg missen. Ja, ik jullie ook. Ja, ja. En nog even reclame voor mijn lekkere patatjes. Oh, ja, ja, ja. Ja. De beste frieten van Nederland. Van de hele wereld. Van de wereld. Want we zijn in... Snackbar Mondiaal! Ja, yeah, heel goed. Ik zeg Nicky. Suzanne, naar je studie, wil je nou echt naar die oorlogsgebieden toe voor je oorlogsverslaggeving? Ja, ja. Ja hoor. Reken maar. Maar vertel. Dit is alleen maar voor de sensatie. Niet! Nicky, doe niet zo lullig, dat is niet waar. Ik ben gewoon een handtoerist. Nee. Toe? Nee, ik doe het niet voor de sensatie. Het is gewoon omdat ik... Ik wil laten zien wat voor onrecht mensen wordt aangedaan in de wereld. Dat zien wij hier niet, maar dat is er wel. Dat wil ik gewoon registreren. Ben je niet bang voor? Vind je daar... Nee. Trap je op een bermbom of word je overhoop geschoten? Ik beloof dat ik goed zal oppassen. Oké? Nou, als je dat allemaal durft, dan moet je ook maar kunnen toegeven dat je verliefd bent op Lars. Ja. Ja, ja, dat is een goeie. Oké. Doe maar. Hier is Suzanne vanuit Snackbar Mondiaal. En ik geef hierbij toe dat ik Lars wel een heel klein beetje heel erg leuk vind. Ja! En dat ik hoop dat hij me gaat bellen. Yes. Oh, ik weet zeker dat het gaat gebeuren. Nou, wie weet. Dat is superleuk volgens mij. Maar Nicky krijgt echt heel veel jongens achteraan, hè Harry? Want ze wordt een wereldberoemde actrice en dan wil iedereen haar hebben natuurlijk. Dat komt ze nooit meer terug, nee. Dat lijkt me duidelijk. En ze kan ook heel goed op de rode loper lopen. Op de rode loper. Doe dat even voor. Doe even voor. Zo. Ja, het ziet er goed uit. Ze juichen allemaal naar. Ze gaan allemaal mijn handen aanraken. Oh ja, ja. Wauw. Dag. Hé, stop met filmen. Ik heb gezegd geen camera's! Ik heb gezegd geen camera's! Camera's verboden hier, ja. Dat is van strengste verboden, die camera. Doe Erika Ewald. Doe of Frau Ewald van die is Schule. Zo goed. Suzanne, ja. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Du musst deine Hausaufgaben machen, ja? Du Schwein, das ist das zweite Mal diese Woche. Das zweite Mal. Noch ein Keer. Nicky. Was ist er? Steht ein Mann mit einer Pistole? Hä? Was? Oh mein Gott. Hey, ja, komm hier, achter Tomak. Suzanne, komm hier, achter Tomak. Nee. Hij komt deze kant op. Suzanne, nu, achter Tomak. Weg. Rustig. Waar zijn ze? Hallo? Waar zijn ze? Wat zoekt u?
Wilt u geld? Voor wie zijn die flesjes? Die zijn voor mij. Hier zijn ze niet. Ze zijn net naar buiten gegaan. Naar buiten? Ja, ze zijn naar buiten gegaan. Ze liepen die kant op. Ja. Ja. Hoi, met Lars. Oh shit. Heb je zin om vanavond wat te gaan drinken? Omdat het lente is, dat iedereen naar buiten wil lopen en fietsen en liggen en lezen, dat kan, maar ik wil graag een tent bouwen. Omdat het lente is, in deze stad, omdat we hier de weg weten en de winkels en de cafés, de oude straten lichten zacht en gloeien op. Vanavond iedereen. Oeh, buiten kleuren.